Hoi! En welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 61. 61, oh, internationaal voor alle voor ja. All the international guests, 61. Ja, vandaag een nieuwe update. Ja, sowieso natuurlijk. Niet echt gestructureerde update, heb ik het idee. Het heeft te maken met mijn voorbereidingen deze keer. Maar dat wil niet zeggen dat het geen leuke dingen zijn. We hebben namelijk ook wel eens vragen gekregen. En zo was er iemand die zei: kun je een keer een review doen van kaartspellen en de duurzaamheid en welke kaarten nou goed zijn om te gebruiken? Vond ik een goed idee. Maar dat breidt een beetje uit. En dan zal ik je uit laten zien, of dan zal ik je laten zien wat ik daarmee bedoel. Kijk, het meest gebruikt zijn de Bicycle Poker kaarten. Tenminste, in de goochelerij is Bicycle Poker gewoon het allermeest gebruikt. Er zijn dus normale kaarten. Ik rommel even hier langzaam in een stapeltje. Die echt gewoon netjes uitzien. Met een mooie rugzijde. En bijna alle truckkaarten. Ik heb hier 100 spellen gepakt, maar behalve rug. Dus we doen het zo. Dit zijn de rugzijden. Die kent natuurlijk iedereen. Engeltje op een fiets. Bicycle, daar haal ik niet voor niks vandaan. En bijna alle gimmicks die gemaakt worden, al jarenlang, zijn van bicycle formaat. Dus of je nou een Cigarette 2 kaart koopt, of een Bite kaart, of Svengali decks, Invisible decks, noem maar op. Ze zijn allemaal verkrijgbaar in Bicycle. Nou, bicycle kaarten hebben gewoon een goede kwaliteit. Als je daar normaal mee goochelt, kun je met een spelletje heel lang doen. Elk spel is natuurlijk onderhevig aan transpiratie, geen schone handen. Eten, dus als jij vieze handen hebt, chocola, weet ik veel, cola, bier, weet je, of mensen die ze hanteren om te schudden of wat dan ook, dat maakt je kaart natuurlijk minder soepel. Na een tijdje ga je kaart ook niet meer zo mooi uitzien. Nou, dit is een kaartspel die gebruiken we in de winkel regelmatig. Er wordt er steeds aangevuld met kaarten, omdat er kaarten uit verscheurd worden en dat soort dingen. Dus deze is gewoon ook echt wat grijzer. Als je een nieuw spel zou pakken, ter vergelijking. Een nieuw spelletje. Ik moet het even langs houden. Het is geen bicycle, het gaat om het idee. Ik weet niet of je het echt kunt zien. Maar dit is een nieuw spel. Zie je? En dat is een gebruiksspel. Nou, dus de vraag is ook: wat wil je uitstralen tijdens je act? Wil jij dat mensen zeggen: hey, je hebt een nette spullen? Of wil je dat iemand. Dat is een gatverdamme. Zelf voor een grijs ding, grijs kaartspel, niet mooi meer. Dus ik persoonlijk zou de kaarten sneller vervangen omdat ik ze niet meer mooi vind. Mm-hmm. Dat is mijn mening. Dan dat ze niet meer soepel lopen. Ik gebruik zelf bij elke optreden gewoon een ander spel kaarten. Soms heb ik er 2 of 3 bij. Ja. Dus ja. Ja, ik laat veel signeren. En ik geef de kaart ook weg. Die komen ook opgevouwen overal tevoorschijn. Dus mijn kaartspel begint zo. En eindigt na een avond zo. Dus sowieso moet ik elke keer een ander spel pakken. Want als je met optreden begint met 3/4 spel kaarten. Ga maar ook meerdere kaartspellen bij. Ja, dat is gewoon niet handig. Dus Bicycle is het meest gebruikt. Nou is een paar jaar geleden toen. Dat een beetje paniek was omdat ze zeiden, nou, allemaal die truckkaarten gaan we niet meer drukken in Bicycle. Kwam Murphy's Magic met de Mandolin Back. Nou, wat is het verschil? De achterkant. Ik kan even eentje uithalen. Bicycle, Mandolin. Engeltje op de fiets. Eerste gezegd zie je het heel veel en engeltje met de mandoline. Ja, waar zou die naam vandaan komen? Maar je ziet hier ook de krullen en de veer aan de zijkant. Het is allemaal net iets anders. Maar als je niet zou weten, zou je zeggen dat het allebei Bicycle is. Als je niet beter zou weten. Kwaliteit, hetzelfde. Achterkant anders. Dus ja, allebei ook net zo goed, net zo duurzaam. Nou, daar is bijgekomen de Maiden Back. Ik weet even niet waarom, maar ze hebben ook de Maiden Back. Staat er een, wat is het, een engeltje? Een dametje, wat zweeft. Ja, misschien is er wel een bag. Ja, dus ook zelfs bicycle kwaliteit. Alleen, het zijn allemaal verschillende designs van verschillende mensen die spellen uitbrengen en daar wat mee willen doen. Dus geen kwaliteitsverschil, maar enkel design. Nou, voor de mensen met de kleine handjes. Bridge. Hebben ook Bicycle Bridge. Dus voor het verschil aan te geven, even qua formaat ook kijk. Dit is een 6 mm ongeveer, totaal. We zijn gewoon, de achterkant ziet het ook, apart uit, zo heel klein. We zijn dus gewoon eigenlijk de kaarten die wij in Nederland kennen, want het is allemaal pokerformaat, Amerikaans eigenlijk, en dit is bridge. Dus alle kaartspelletjes bij je kratje bier zitten zijn altijd bridge size. Ik heb wel eens gehad bij goochelaars of bij lezingen of wat dan ook, dan heb ik dit vast, Leon, gebruik je nou bridge? En dan geef ik het af en dan heb ik meteen een goede truc. En jouw handen lijkt alles, lijkt alles klein. Dus dit is gewoon bicycle, maar er zijn meer soorten.
Heel veel klanten van ons gebruiken Tally Ho. En dat zijn vaak de mensen die niet de gimmicks gebruiken in de trucs. Ik zal die bijspons even wegleggen. Maar dat zijn de mensen die meer gefocust zijn op techniek, schudden en dat soort dingen allemaal. Het is een ander papier. Ik zal even spelen. Ik heb een open nog eentje hier. Dat is een Tally Ho, zie. Het is een ander soort papier. Je hebt ook de finish. Het voelt anders aan. En de mensen die het kopen, kopen ook niet voor niks Tally Ho. Ze zijn mooi glad ook. Ja, ze zijn mooi glad. En ze zijn voor flourishes en zo. Vind ik ze beter dan Bicycle. Kijk, duurzaamheid ligt ook aan hoe je met je kaarten omgaat nogmaals. Heeft ook met schudden te maken. Als jij normaal schudt, ruffelt, is niks aan de hand. Maar als jij je kaarten mishandelt, zoals sommige mensen doen, dan overleef je geen enkel spellet. Dus aan Tally Ho's. Je hebt ze in circles. Dat zijn dus deze. De cirkel zegt het al. En je hebt ze in fan. Nou, dat zijn deze. Dan heb je exact hetzelfde spel. In rood en blauw zijn ze verkrijgbaar. Dus zijn, ja, ze zijn voor flourishes, zijn dit hele goede kaarten. Nou, voor de flourishes, als je gaat schudden, en dat is een faro'sje voor dat je de kaarten mooi in elkaar schuift, dat kan wel eens lastig zijn met een spelkaarten. Toen kwam Richard Turner kwam met de Bicycle Gold Standaard. Ik heb hier alles liggen. Kijk, wat ik ooit gehoord heb, is dat kaarten die worden met een stans eigenlijk uitgesneden. Ja. En als ze heel veel kaarten hebben gestans, dan worden de kaarten ook minder, ja, hoe moet ik het zeggen, krijg je minder scherpe hoeken. Ja, maar dat zal ik even uitleggen. Daarom doen ze na zoveel keer een nieuwe stans. Precies, ook dat. Maar, dit is de Bicycle Gold Standaard. En die komt, dat is eigenlijk de luxe versie van Bicycle. Waarom? Sowieso zijn deze niet gedrukt op bicycle papier. Deze zijn gedrukt op B papier. Dan denk je, wat is nou weer B? B zijn deze kaarten, komen ze meteen op. Die zijn gedrukt op B papier. En B is duurzamer papier. Dat is ook papier wat manipulatoren gebruiken voor kaarten uit de lucht te plukken en dat soort dingen. Dus je voelt ook dat het anders voelt. Maar een van de grootste verschillen vind ik. Ik zal het een beetje uitleggen met een kleine tekening. Je had een stift, Leon. Ja. Inderdaad, kaarten worden uitgestanst. Die worden zeg maar van boven. Het is een groot vel, komt er een stans en die is de vorm van een kaart en die doet tjoef, mes. Wat er dan gebeurt is dat, en dan ga ik, stel voor dat dit de zijkant van een karton is, zeg maar. Er komt een stans, zo, met een mesje, zo. Die komt van boven, ja, sorry voor mijn tekenkunsten. Dat is er helemaal rondom en die hakt hier doorheen, zo. Dan krijg je een kaart die er overdreven gezegd zo uitziet. Dus je hebt... Van het mesje wat snijdt, heb je hier schuine randjes. Nou, dat kun je schudden, maar het kan nog beter. Wat nou als je hem eerst zo uitsnijdt, maar dan nog een instantie van de andere kant komt? Dan krijg je een kaart die er zo uitziet. Overdreven, ik maak hem even heel dik nu, maar voor het idee. Dus dan heb je zeg maar een punt eraan. En zijn ze, hier loopt die schuin en daar loopt die schuin. Dus je hebt die over de zijkant van een kaart, zeg maar, zo. En daardoor kun je beter varen. Juist, en dat noemen ze de Richard Turner Cut. En dat is de speciale snijmethode waarmee de gold standaard zijn gesneden. En daarom weven die kaarten zichzelf. Ik ben geen faro shuffler, zeg ik er even bij. Helemaal niet. Maar daardoor weven die kaarten zich eigenlijk vanzelf al, zie, heel makkelijk in elkaar. Ik zeg maar, ik doe normaal geen faro shuffle. Het is niet het allermooiste, maar het gaat even om het idee. Maar dat heeft te maken met name met hoe ze gesneden zijn dus. Dus B-papier... En Richard Turner Cut. Nou, ook de laatste jaren is er nog een speler op de markt bijgekomen. En dat is Phoenix. Phoenix heeft ook die Richard Turner Cut. Dus die heeft datzelfde erin zitten. Nou, ik zal Phoenix ook laten zien nog eventjes. Ik heb een open spelletje. Chaos. Zie je, Phoenix. Zet ik hem al bij. Ziet er ook een beetje uit als bicycle papier. Volgens mij is het ook bicycle papier. Misschien dat het net iets afwijkt. Volgens Christian de Drukker is het net iets anders. Maar kwalitatief, ja, ik vind het hetzelfde als bicycle. Maar toch zijn er ook mensen die absoluut zeggen, ja, dit moet je echt hebben. Maar dan hebben ze het met name ook weer om hoe ze gestand zijn. Hier zijn ook gimmicks in te verkrijgen ook, hè? Ja, er zijn ook gimmicks in te verkrijgen. En, Christian heeft een hele lijn eigenlijk aan trickdecks uitgebracht. Steeds meer mensen. En dan heb ik bijvoorbeeld uitgevers van trucs, zoals Jay Sankey. Jay Sankey ook met Joshua J. ook, die brengen hun decks uit, net als Prism deck. Maar je hebt ook Spionage, je hebt Henry Evans met het Daredevil decks, allemaal in Phoenix. Al die double decker decks die bij alle trucs zitten, weer Trilogy Extreme, noem maar op, allemaal van Phoenix. Dus ook kwalitatief hele goede kaarten. Dit zijn allemaal even
kaarten die je gewoon voor dagelijks gebruik en je routines kunt gebruiken. En dan had ik het nog over de Bee, sorry. Bee, dat zijn eigenlijk de manipulatiekaarten met de ruitjes achterkant. Geen wette rand hebben ze. En dat is ook wel stug papier, maar wel ja, zijn stevige kaarten. Ik zie zelden dat ze ze gebruiken in een truc. Als goochelaar die een truc gebruikt, maar ja, casino's gebruiken ze het veel. En manipulatoren. Want doordat die wette rand ontbreekt, is het perfect om die kaarten op plekken te verbergen waar je ze niet mag zien. Rest er nog eentje. En dat is een oud doosje, die ligt al jaren. Aviator. Tegenwoordig niet meer zoveel gebruikt. Er zijn nog wel mensen die ze gebruiken. Klassiek design. En ook een totaal ander papier. Want hier zie je eigenlijk die linen finish. Als je over een bicycle kaart kijkt of een tally-ho kaart. En dan kijk je er overheen en dan zie je eigenlijk een heel grof ruitjespatroon. Dat is de linen finish. Er zitten allemaal linnen draadjes liggen eigenlijk op de kaart. Onder de afwerking die erop zit. En als daar die laklaag overheen gaat, laten we het zo noemen. En je legt twee kaarten op elkaar, dan kan tussen die draadjes kan lucht. Waardoor ze makkelijker. Waardoor ze, ja kijk, deze zijn, ook al deze zijn, ik kan ze bewegen met een stapeltje. Die hebben ook wel iets, maar die hebben een hele beperkte linen finish. En als je dat met een nieuw spel doet voor Phoenix of wat dan ook, dan is het echt super glad. Daar merk je eigenlijk een beetje het verschil in. Dus er zijn ook mensen die hierbij zweren, ik zou het vinden voor flourishes en zo niet zo, maar het zijn wel klassieke kaarten. Er zijn de Aviator decks. Ja, die hebben we allemaal in allerlei kleuren, soorten en maten. Moet ik zo een keer langs gaan, heel snel. Grote verschillen. Bicycle Bridge, small. Weinig gimmicks ook met bridge. Ja, dus niks voor te verkrijgen verder, alleen met spelletjes. Normale bicycles hebben we ook in drie soorten nog. In seconds een gewone. En in oude doosjes, noem het even, in oude doosjes, dan ziet de doosje er zo uit. Mm-hmm. Tegenwoordig staat reclame op. Dan zijn ze 3,50. Deze zijn 2,50. En seconds, dan ziet het er zo uit. Die zijn 2 euro. Hoe ingewikkeld kunnen we maken? En ze 2 euro. En seconds wil zeggen dat tweede keuzekaart. Dat de tweede keuze is. Dat de achterkanten niet helemaal rechterop gedrukt kunnen zijn bijvoorbeeld. Of en dan worden ze afgekeurd en in plaats van vernietigen stoppen ze in doosjes en worden ze goedkoper verkocht. Verkopen trouwens heel veel. Vanaf de 10, 1,50 euro. Dus een doosje van 12, 18 euro. Hey, is een koopje. Dus dan heb je de Gold Standaard. Dat zijn die kaarten met je Richard Turner cuts. Die super soepel werken met shuffles. En die gedrukt zijn op B-papier. Dus dat is de familie Bicycle. Dan hebben we de B. B. 5,25 euro. Super geschikt voor manipulatie. In rood en blauw ook te krijgen. Phoenix. Phoenix. 3,5 euro. Dat zijn twee dezelfde. Phoenix, ja, super. Hij is inmiddels ook vernieuwd. Oude doosje, nieuwe doosje trouwens. Ik zie het, had ik niet gezien. Ja, mooie kaarten, gewoon goede kaarten. Tally ho. Tally ho, ook 3,50 per spel in rood en blauw. En Circle aan. Circle. En Fan, 3,50 per stuk. Ja, super kaarten. Ja, dan die Aviators hadden we nog. Volgens mij zijn die op een hoofd. Oh, 3,50 per stuk. Ook in rood en blauw. En ze bestaan in poker en bridge. Maar volgens mij hebben we alleen nog maar poker op voorraad. Omdat het niet meer zo heel veel verkoopt. Nou, lang antwoord op de vraag. Kunnen jullie wat vertellen over standaard speelkaarten? Dit was het antwoord. Tijd voor een truc. Ja. Ik heb... Welke zou ik eerst doen? Zeg het maar. Dan doe je met die getallen maar. De getallen? Ja. Ja, dat is een plank. Dat zijn geen getallen, nee. Dat zijn geen getallen, dat is gewoon een plank met een sneer in. Ik heb hier een aantal latten. Latten, ja. Met allemaal nummers voor achterkant. Kunststof. Deze is toevallig bij de kant hetzelfde. Het is niet geplakt, ze is het opgedrukt. Allemaal verschillend. Ja. En ik ben erachter gekomen als ik mijn hoofd ergens tegen aanstoot, dat ik een hele korte tijd eigenlijk een soort gave krijg. Dat ik in één keer heel goed kan rekenen en zo. Normaal heb ik daar een rekenmachine voor nodig. Daar kom ik zo op terug. En je gaat zo meteen je hoofd stoten of heb je je hoofd dat weet ik niet, ik zal het proberen. Hopen de maat gaat het trucjes lukken. Ik heb hier 5 laten geneden, die mag je even door elkaar schudden. Nou, het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zelfs. Zie je daarom, ik heb mijn hoofd nog niet gestoten. Ah, oké. Okay. Maar zou je de lat even willen schudden of heb je dat al gedaan? Ik zou geen Fargo shuffle proberen met deze. Ja, of een riffle shuffle. Oké. Okay. Dan mag je 5 latten. Zo draaien en zoiets. Tuurlijk, mag allemaal. Okay, ja. Dan wil ik je vragen om 5 latten hier in dit houtje neer te zetten. 1, 2, 3, 4, 5. De rest doen we even weg.
En dan wil ik even vragen of ik jou de pen even mag lenen. Ik heb het voor jou geleend. Ja. Zet ze maar in de willekeurige volgorde. Kan ook, ja. Het maakt niet uit hoe... Wat je wil. Kijk, het leukste is... hier kan ik nu niks mee zo. Maar als ik nou even mijn hoofd stoot, ik doe het even zo. Kijk. Dan doe ik dit. Dan komt er een soort gave. Dat is heel raar wat ik nou zeg. Want als het goed is, is de uitkomst hier van 266.747. Ik zal het even opschrijven. Kijk, dan ben ik alweer bijna vergeten. Dan moet ik eigenlijk weer aan mijn hoofd stoten. Maar als het goed was, is het 266.747. Dan heb ik hier een rekenmachine in. Ja, ligt hier. Dan mag je dat eventjes... Oh, dit zijn hele grote getallen. Ja. Dus dit is... Kijk, 50.748. Plus, oké. Okay, ja, misschien kun je je hoop ook stoten. Dan heb je het rekenmachine nodig. Nee, dat lijkt me een goed idee. Even kijken. Dus moet ik optellen. 50.748 plus 69.413 plus 53.973 plus... 68.347 plus 24.266. Jij had 266.744. 47, ja. Zijn... Klopt. Klopt. Nou, het grapje is aan de andere kant. Dat kan ook. Je kunt ze ook allemaal omdraaien. Dat kan ook. Mag ik het laten zien? Wat mag ik zien? Of niet zien? Moet ik deze kant zien? Ja. Heb je ook geteld? Ik heb er niks geteld. Hij heeft een fotografisch geheugen. Hij slaat al die getallen in zich op en dan kan hij zijn hoofd gewoon even totaal optellen. Ik zal het op gaan tellen hier. Oh, komt ik niet boven de rekenmachine, hoop ik. Heb ik niet opgelet, sorry. 26.947. Ja, precies wat ik opgeschreven heb. Oké, okay. Waarom deed ik dit? Omdat je... dit kan gebeuren bij het publiek. En daar bedoel ik mee. Je kan mensen keurig zeggen, doe dit, doe dat. En als mensen gaan husselen en wisselen, maakt het allemaal niet uit. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, in principe kun je dit, deze truc... Met zoveel platen doen als je wil. Je kunt eventueel, ik zeg maar even, René heeft er ook eentje vast, zet maar even erin als je wil. Eventueel zou je het zelfs met twee platen kunnen doen. In principe kan het ook met drie. Ja. Of met vier. Of met vijf. Of met zes. Past er niet meer in officieel, of maar. Of met zeven. Of je koopt acht setjes. Of ja, je zet weer. Ja. Je weet dus meteen nadat de toeschouwer het in heeft geplaatst, weet jij. Als je je hoofd gestoten hebt. Ja, als je je hoofd gestoten hebt. Ja. Dan weet je wat het totaal is. Je kan het dus doen als zijnde snelrekenaar. Dat heeft Leon als hij zijn hoofd stoot. Maar je kan het ook doen als zijnde dat je met je rug naar het publiek toe staat. En je laat de toeschouwer iets neerzetten. Je draait je even om en je vraagt. Ja, check het voor jezelf even. Zonder dat je de voorkant ziet trouwens. Check het voor jezelf. Tel even alles op de rekenmachine. Je draait je terug. Pak een papiertje. Schrijf het op. Leg het neer. En nadat toeschouwers het getal bekendgemaakt hebben, draai je het papiertje om of draai je het zelf om en het matcht. Dan heb je ook nog een soort voorspelling. Kan ook nog. Ik vind dit heel cool. Het is niet meer in de handel. Ja, moet ik zeggen. Officieel is het niet meer in de handel. Het is een idee van Jack Hughes vroeger, die heeft het ooit uitgebracht. We hebben de hand weten leggen op een aantal exemplaren. Er komen nog meer. Er komt nog meer voorraad, maar we weten niet wanneer. Dus we hebben er een paar. Het is goed gemaakt. Het is makkelijk mee te nemen. Kijk. Ja, wat wil je nog meer? Pas in elke koffer. En de prijs? Ja, €59. Ja, als... Inclusief video-instructie en een hamer om voor je hoofd te slaan. Nee, nee. Met video-instructie erbij in het Nederlands hebben gemaakt. Zodat je, ja, dan leren we jou heel duidelijk en heel gemakkelijk hoe dit werkt. Wij noemen het de getallenvoorspelling. En toen staat hij op de website. Ik zal hem hier neerleggen. Hebben we deze hele bijzondere pen heel lang niet meer op voorraad geweest. Maar we hebben hem terug. De reject, of hoe noemen ze het? Retractable. Kijk. Oftewel de zelf terugtrekkende. Dus je hebt maar één hand nodig in plaats van twee. Ja.
Dat scheelt veel, hè? Weet je wel. Dan heb je kaas bij je handen, zou je even het kaas willen signeren. Punt 1 zit je altijd met een dop. Of je moet er zitten dingen. Of je staat klaar met je met een breaker tussen. Je krijgt de stift terug. En je moet dan nog. Weet je, en hier is gewoon, je neemt zetten. 3,95. Ja, als een balpen werkt die. Maar het is gewoon een Sharpie. Dat wordt alleen in zwart trouwens. Ja, dat wordt alleen in zwart gemaakt. Terug van weg geweest. Sharpie retractable. 3,95. Even denken, ik heb hier een hoop spulletjes liggen. En ik ben even aan het denken wat ik zou kunnen doen. Wat ik eerst zou kunnen doen. Doen we dit. Spelkaarten. Allemaal verschillende kaarten. Zal ik laten zien. Oh, met handtekening. Oh, met namen erop. Ik heb deze even heel snel uit de winkel. Oh, Beyoncé is ook hier geweest, zie ik. Michael Jackson. Ja, dat is lang geleden al. Elk kaartspel. Leon. René. Jij mag zelf stop zeggen waar jij wil. Stop. Kijk, heel veel mensen spelen vals. Ik doe dat niet. Want jij mag echt op deze plek de kaart pakken. En goed onthouden. Ja, ik zal hem even de mensen thuis ook laten zien. De mensen boven. Ook. Ja. Weet je, eigenlijk mag ik hem ook wel zien trouwens. Jij hebt de... Oh, de Harte Koning. Harte Koning is een mooie kaart. Weet je wat we de Harte Koning doen? Ik heb een plan. Ik heb namelijk ook... Oh, ik leg hem even neer. Ik heb ook een zijde doek. Dat je hem ook mogen signeren? Nee, maar dat schiet niet echt op met signeren. Even denken. Ik heb hier een grote witte doek. Zo. En als je nou deze kaart in je hand pakt, zou ik zeg maar. Ik maak even zo'n dingetje van zo. En je pakt een witte doek. En je stopt die witte doek in je hand. Zo. Dan kun je... Die witte doek door je hand trekken. Hey, hoe cool is die truc? Ja, dat is niet moeilijk toch? Nee, dat is niet heel moeilijk. Ik heb er niet heel lang op geoefend. Je weet nog welk kaartje je gekozen had? Ja. Oké. Okay. Welke kaart had jij ook weer gekozen? De Harte Koning. Harte Koning, kijk maar nou eens. Het gekke is, kijk, die doek gaat er wit in. Zie. Maar hij komt er. Soort van bedrukt uit. Hij komt gewoon door die vieze handen. Nee? Nou ja, dankjewel voor het compliment ook. En het grappige is, de kaart die in jouw, die ik in mijn hand heb, zeg maar. Kijk, ik zal het eerst laten zien. Ik zal de kaart even hier neerzetten. Kijk. De? Harte Koning. Harte Koning. Is dat ook B of is dat Bicycle? Of? Is Bicycle. Maar mooier nog, de kaart, kijk. Die is nu helemaal blanco. Nou, dit is gewoon waar het om ging eigenlijk nu, was om de kaartendoek. De kaartendoeken hebben we nu in twee soorten. Nou, we hebben al heel veel soorten, maar deze twee hebben we er nu toevallig bij. Japanse zijde. 9,95 euro. We hebben Harte Koning en Schoppen Aas. Mocht je andere kleuren willen, check de website even. Kaartendoek, kaartsilk. Je krijgt er een aantal routines bij. Deze volgens mij niet zo exact zoals ik hem nu heb gedaan. Dit bedachten we even net van tevoren. Allebei bij de kanten. Kant ik wel. Anders je kan er met een change back. Kun je witte doek in stoppen. Komt de kaartendoek eruit. Kan ook met een kaart, zeg maar. Dus je laat de kaart kiezen met de witte doek en de change back. Nou, de kaart komt er wit uit. Doek komt eruit. Klaar. Allerlei manieren krijg je erbij. Ja, het zijn mooie bedrukte doeken. Duidelijk zichtbaar ook voor het podium. Ja, kaartendoek. 45 centimeter groot zijn ze. De doek die veranderde. Hoe kan dat? Nou, dat deed ik met de DieTube Pro. Ik zal de gimmick zelf even niet laten zien, vind ik zonde. Maar het is, de naam Pro zegt het al, het is een super goed dingetje. Ruim genoeg voor een 45 centimeter doek. Daar kun je doeken mee laten verkleuren, verdwijnen, produceren, wat je wil. En voor een mooie prijs van 11 euro. 11 euro, het kon een carnavalsding zijn. Oh nee, was 11 euro 11 geweest. Oké. Okay. De DieTube Pro. Oké. Okay. Hebben wij nog iets leuks? Ja, hebben we. We hebben nog iets leuks. Hebben. Want wij hadden 17 maart, was de vorige week. Nee, was twee weken Yanagida Masahiro. Masahiro Yanagida hadden wij inderdaad. Heb ik op geoefend zelf op die naam. Ja, die hebben wij hier gehad. De bedenker van een hele mooie routine. Volgens mij heb jij daar iets voor gepakt al. Ja. Uh-huh. Ik heb hier namelijk, zijn het nou Japanse of Chinese? Normaal zijn het Chinese ringen, maar dit zijn Japanse volgens mij. Dit zijn Japanse ringen. Het mooie is als je namelijk... zo'n ring pakt. Heel veel mensen weten het niet. Maar als je goed kijkt, dan zie je namelijk een gat zitten. Zeg maar. Nou, ik zie het niet. Oh, ja. Ja, ik kon net zeggen, anders moet je terug naar de hand.
Maar het mooiste is, soms kun je die ring namelijk laten draaien en dan zo laten linken. Wat? Wauw. Dus dit. Ja, kijk, het mooiste is als je dan dit doet. Hop. Hallo, gaat die lekker? Oké. Het mooiste is, deze ring die kun je namelijk ook weer vast laten linken aan deze. En deze kan namelijk ook weer aan die. Nou, als je goed kijkt, René, dan zie je dat de onderste loskomt. Soms kan die er ook. Soms kan die ring er als het goed is ook weer mooi terug op. Ik zal het eventjes neerleggen als je niet erg vindt. Ja, graag, want ik kan het niet meer voor. Ga erop. Hop! Tadaa! Zoiets. Dat doe je allemaal, Leo. Kijk, en soms kun je die ringen ook op. Zo, van hier naar hier laten springen. René, zou je ergens stop willen zeggen, alsjeblieft? Stop! Daar, prima. Ja. 1, 2, en dan zie je dat hij daar los gaat. Maar dat is niet alles, René. Ik zal het even zo doen. 1, 2, 3. Het mooiste is deze ring. Ik kan namelijk ook weer terug aan deze. Nou komt de moeilijkste fase van de hele truc. Concentratie. Maar het gaat hier door, het kan helemaal niet, het is helemaal dicht. Ja, het mooiste is, soms kun je er namelijk dus één ring vanaf halen, zoals ik net gedaan heb. Maar twee, dat kan namelijk ook. Zie je? Dan blijft er nog één over. En die gaat ook weer op magische wijze los. En dit zijn de Japanse Minjarings. Maar voor degene die nou gaat bestellen, of nu, of dadelijk, of straks. We hebben een speciale aanbieding. Leon heeft iets bedacht, verbeterd. En dat gaan we cadeau doen. Als jij de Ninja Rings bestelt voor 15 april. Tot 15 april doe je dat erbij cadeau. En dat is? Deze mooie handeling. René, zou je de ring vast willen houden? Zo. Prima. Maar als het de toeschouwer aan de andere kant, maar is even voor het idee. Dan kun je die ring namelijk op deze manier linken. Maar René, omdat jij het bent, goed vasthouden, vasthouden. Ja? Mag je hem onderzoeken. Ja. En ik heb nog een verbetering hierop, maar die leg ik uit als je hem ziet vanzelf. Ja, maar normaal kun je dus niet iets vastslaan en meteen laten onderzoeken. Maar hiermee kan het wel. En dat is je krijgt een speciale online video waarom Leon jou dat leert. Ja, dit is echt. Laat ik het zo zeggen. Deze truc verkocht ik al toen ik bij de winkel begon. Gauw genoeg. Dus het is ergens rond 1998, 2000 geweest. Ja, de winkel bestaat 20 jaar dit jaar, of volgend jaar. En dat verkocht toen al als een tierenlier. En met name de professionals, mensen die professioneel werken, close-up, gebruiken heel veel deze routines. Waarom? Omdat ze weten wat de impact is. Want mensen die wat gebeurt, kijk, ik ken de routine natuurlijk, ik speelde een beetje mee net, maar... Oh, ook daarom. Oh, wist je niet, oké. Maar dat is wat mensen ook ervaren, ze mensen die zien dingen vastgaan, losgaan, door elkaar heen, op onmogelijke plaatsen, in een hand vast. Ja, het is waanzinnig gaaf. En ik... Die ringetjes kosten vroeger €45. Dus hebben we het over zeg maar, laten we 15 jaar geleden aanhouden. €45. En toen kwam er later een gouden versie uit en die kostte toen €65. Nou, die gouden versie, die heeft Shudogawa, de leerling van Masahiro, die hier ook al lezing heeft gegeven. Die verkocht hij op zijn lezingen ook. Maar wat bleek, er was een fout gemaakt met de basiscoatingen. Ja, ik heb die andere ringen ook. Ja. En op een gegeven moment werden ze zilver. Ja. Dat vind ik ook niet erg, maar ik vind goud ook wel wat mooier. Ja, de gouden laag ging eraf. En dan bleek dat ze niet een fout, maar ze hadden niet goed gecoat. En bij deze serie ringen is het helemaal goed. Hebben ze, ja, ze zijn een extra laag zilver onder het goud gedaan of zoiets. Waardoor, waardoor het wel goed is. En er zit nog een extra goedje overheen, zodat de ringen mooi glad zijn, zegt hij. Ja. Wat voor goedje? Dan moet je mij niet vragen. Weet ik ook niet. En de naadjes zijn mooi weggewerkt. En dan heb ik het over de naadjes. Het zijn ringen, echte ringen. En ringen worden gemaakt aan een staaf. En een staaf die wordt tegensoldeerd, gelast. Uiteraard. En als die op braampjes op zitten, toeschouwers die zeggen: ja, hier zit het. En dan zeg je: nee, maar daar zijn ze in elkaar gemaakt. Ja, nee, maar hier, kijk, daar zie je. Ja, maar daar is het vast, zit aan elkaar. Ja, nee. Oh, ja, alsjeblieft, hier heb je je ringen weer. Wij weten hoe het gaat. Wat dan? Hier zie je niks. Ja, dat dus is gewoon super mooi. Je krijgt de ringen met dat mooie opberghaakje, of hoe moet ik het zeggen. Mm-hmm. Een mooi opbergzakje. Mm-hmm. Vind ik een mooie stof ook. Mm-hmm. Met de DVD van Masahiro Yanagida. Ja. En Shoot. Ja. Agawa. Ogawa, ja. Gezeerd. Voor €89. Ja, want dat wil ik al net vertellen nog.
In 15 jaar geleden, nou 10 jaar geleden al die gouden, die kwam iets later, 10 jaar geleden, verkochten wij die gouden ringen voor €65. Niks erbij, hè? Alleen ringetjes. DVD heeft jarenlang €35 gekost. De DVD los bestaat niet meer. Is er niet meer. Dus dit zou, als het nog los op de markt zou zijn, €100 bij elkaar zijn. Nou, wij kunnen het aanbieden voor €89. En je krijgt er nog een mooie handeling. 15 april, die extra download er nog bij. De extra handelingen. En als je zegt, alles wat jij nou net gedaan hebt, hè? Ja. Ik wil die routine ook al altijd leren. Ik ben er nooit aan begonnen. Waarom niet? Ik weet hoe het werkt, maar je moet weten hoe je alles moet draaien. Dat weet je. Wat ik bedoel. Als ik dat wat jij doet zou willen leren, hoe lang ben ik dan kwijt? Nou, ik doe het al een tijdje, maar het ligt eraan wat je wil. Je kunt ook stukken. Hij legt alles ook los uit. Dus in principe kun je. Ja, je hoeft niet alles te doen. Nee, dat klopt. Kun je routine in je eigen maken. De basis zo te vastslaan is zo geleerd. Ja, ja, maar de ring die hangt, wat je net ook zag, die dan omhoog aan vastkomt, dat is wel even oefenen. Maar het makkelijkste is ook als je staat, nou ik heb het zittend gedaan en dan vond ik hem dat ik die nog netjes gedaan heb trouwens. Maar ja, dat is per persoon verschillend. Er zijn er die hebben hem zo door, er zijn er mensen die hebben er wat meer tijd voor nodig. Dus dat is een beetje lastig te zeggen. En nog een dingetje, want er zijn natuurlijk heel veel goedkope ringetjes op de markt. En sommigen noemen ze ook ninja rings. Het zijn geen ninja rings. Ninja rings zijn niet ninja rings omdat ze duur zijn en van goud. Om het zo maar even te noemen. Maar ninja rings zijn zo omdat ze ontworpen zijn voor deze routine. Dat houdt in dat het geheim wat ermee te maken heeft is gemaakt om op deze manier de ring aan elkaar te maken. Je kan dat met goedkope ringetjes ook, maar daar vinden je handen niet zo fijn op de lange termijn. Je kan er wondjes door krijgen. Gewoon. Het doet zeer en het is er niet op gemaakt, zeg maar. Plus, een oude goedkope ringetje zitten vaak ook naadjes. Dus deze zijn hiervoor gemaakt. Dat is geen verkooppraatje, maar dat is zo. En als ik nog iets mag zeggen, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik doe het toch. Het geheim is ook mooi afgewerkt, dus het is niet zo. Ja, maar dat is wat ik bedoel ook, dat hiervoor gemaakt is. Kijk, klassieke ringen, dat is waar, laten we ringen zien, je wrijft ze tegen elkaar en ze zitten aan elkaar vast. Niks mis mee, heel gaaf, maar dat kan met deze ook hoor. Omgekeerd, met dit kun je wel al het andere doen, maar met gewone ringen kun je niet standaard dit doen. Zo moet je eigenlijk zeggen. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dus, Ninja Rings, goud met DVD. €89. En als je erover denkt, doe het snel. Dan heb je de download erbij. Want na 15 april kost hij extra. Betaal hem extra. Ja, gaaf Leon. Ja. Dat moet ik altijd een keer leren. Maar ja, dus heb ik nog een paar dingen. Alright. Eén spel kaarten. Ik zal het even laten zien ook. Er zitten waarschijnlijk wel 20 dubbele kaarten in, want deze komt ook net, was net ook samengesteld uit een paar spelletjes. Maar dat maakt helemaal niet uit waar het om gaat. Voor de duidelijkheid, er bestaan kaarten die gemerkt zijn. Bestaan die? Ja, die bestaan. Deze zijn niet gemerkt. Maar daar heb ik niks van gemerkt. Nee, heb ik niks van gemerkt. Oké. Dan vraag je af waarom zegt hij dat. Nou, neem eens een kaart waar je zelf wil. Je mag het ook zo doen, zelf uitzoeken waar je wilt. Gaat omdat jij een absolute vrije keuze hebt. Ja, heb je eentje? Ja. Ja, heb je? Oké. Okay. Stond op pak deze dus. Oké. Je hebt zelf die kaart gekozen. Weet je wat? Leg hem hiervoor op de kaart dat ik niet eens kan zien wat het is. Om even laten zien. Ja, laat maar zien. Laat maar zien. Ja? Ja, ik zal hem hiervoor pakken dat ik hem echt niet kan zien. Dat zelfs een merkteken als dat er zijn ook niet zou kunnen zien. Ik leg de kaart terug. Op deze manier. Interessant. Oh, mijn papiertje heb ik niet meer. Maakt niet uit. Ik zeg het zo wel. Had jij een harte 3? Ja. Oké. Okay. Nou. Dit is met behulp van Vision gedaan. Vision, het nieuwe effect van Michael Chatelain. Ingenieus. Ik moet zeggen, terug in de tijd, een jaar of 15 geleden, verkochten we ook iets soortgelijks. Volgens mij was dat toen van Chaspro, ik weet niet meer de naam ervan. Deed eigenlijk hetzelfde, maar dit is mooier gemaakt. En deze heb je volledig zelf onder controle en dan was die andere niet. Heb je net gezien aan? De gimmick, heb je niet gezien? Ik heb niks gezien. Hij zei, we gaan Vision laten zien. Ik heb het niet gezien, Vision. Oh, ik zal hem laten zien, maar ik heb hem echt niet gezien. Oké, nou, dat was Vision. De gimmick, dit is je gimmick. Die voeg je toe aan een spel kaarten en vervolgens weet je altijd welke kaart iemand kiest. Andersom zou je ook kunnen
doen, maar in principe doen ze maar niet. Als iemand zegt bijvoorbeeld, die noemt een kaart, harte 5, gaan die niet doen hoor, maar harte 5. En dan kun je zeggen, we gaan even op zoek. En zeg je, dit, nee, dat is volgens mij een ruiter 5, dat is hem niet. Deze, nee, dat is volgens mij, voelen. Klaveren 2, zie je. Dus dan kun je het hele spel doorgaan, totdat je zegt, hey, wacht even, harte 5. Kan bijvoorbeeld ook. Dus, en nogmaals, dit is je enige gimmick. Dus het hele spel is verder ongeprepareerd. Nou was ik aan het denken, kun je het ook met andere spellen gebruiken? Ik denk het wel. Dan plak je hier een andere kaart op. Maar dan wordt je gimmick iets dikker. Maar dan zou je het zelfs met elk ander spel kunnen gebruiken. Mits de rugzijde een beetje matchen. Vision bestaat in rood en blauw. Waarom zijn er twee kleuren? Omdat er twee kleuren bicycles bestaan. Nou, er bestaan er meer. Maar de basis is rood en blauw. Dus als je daar een keuze in hebt, kun je die ook nog opgeven. Ja, ik vind het een leuk ding. Vision, €25 met online video instructie. En nee, je hoeft niks te knutselen. Kant en klaar. Ook wel een keer mooi. Ja, toch? Ja. Ja, dan hadden we... wat wil ik nog zeggen? De lezing laatst van Bob Kohler, die ging niet door. Dat was inderdaad ook wel balen. Ja, Bob Kohler, zeg ik nou. Bob Kohler zei je toch? Ja, ik zei Bob Kohler, dat weet ik. Ik kom nog bij Bob Kohler. God, hoe heet de beste man nou? Oh, wat erg. Oké, zet ook O's in ieder geval. Nou, die ging in ieder geval niet door. Oh. Oh, die. En dat is wel jammer, want in principe er was gewoon te weinig Christophe Borg, zie je? Dat was een heleboel O's. Die ging niet door, of we weten weinig belangstelling. Dat is jammer, want we organiseren lezingen niet om geld te verdienen. Laat het even duidelijk zijn. We organiseren lezingen in de hoop dat mensen naartoe komen om iets te leren. Want je leert er altijd van, het is leuk, het is een showtje. En het is ook en je leert gewoon de trucs ook nog. En je kunt van ook nog dingen kopen. En het bedrag dat wij vragen voor €20, dat gaat volledig op, kan ik vertellen, aan de mensen zelf. Dus de mensen die je lezing komen geven aan het hotel, noem maar op. Dus wij geven die lezingen voor jou. Echt. En het is altijd leuk om naar lezingen te komen. Je hoeft niet per se wat te leren, maar het is gewoon leuk om hier te zijn. En daarna met iedereen die hier is, een gezellig praatje te maken of naar de kroeg heel lang. Ja, maken. Meestal duiken we nog in de kroeg daarna. En dan is morgens vroeg weer binnen weer. Maar een lezing is gewoon leuk. Ja. Hartstikke leuk. En je wordt soms gewoon nog verrast, want dan denk je van, hè? Soms komen er ook wel eens mensen waar je van denkt, wie? Ja, wie is dat? Ja. En denk je van, ik ga eens. En dan zie je toch weer dat je toch verrast wordt. Ook al ken je sommige mensen niet. Ja. Die, Zo had ik met Masahiro, had ik me weinig voorgesteld, behalve de ringetjes dan. Want ik, Maar ik denk, wauw, gaaf hoor. En heel veel, iedereen had zoiets van, hé, dat is wel gaaf hoor. Hij deed gewoon hele goede dingen. Hij was super, super clever, techniekjes en handelingen. Leuk, twee knappe assistenten. Ja, waren geen vrouwen dan, maar... Ja, inderdaad, ja, dat ook niet. Ja, die jongens, ja, super gaaf. En hetzelfde geldt eigenlijk hier. Wij zitten nu die update voor jou te doen. Maar wist je dat je helemaal niet hoeft te wachten op een update? Maar als je naar de winkel komt, hier, dan krijg je gewoon live een update eigenlijk. Want wij zitten nu voor hier jou die trucs allemaal uit te leggen. Of uit te leggen, te demonstreren. Dat doen we heel graag. Maar als je naar de winkel komt, gaat het exact hetzelfde. Dan kom je in de winkel binnen, alleen bepaal jij het dan. Dan zeg je, ja, ik had interesse in het Svengali-deck. Kun je laten zien? Pakken wij Svengali-deck. Nou, doen we de hele truc. Ja, dan zeggen we ook welkom. Bij de Dynamite live in de winkel update nummer 0. Ja, ja. Nee, maar weet je, in principe, als je de winkel gaat het zo. Kijk, als je naar de bakker gaat, zeg je, mag ik 2 brood? Wil je nog iets bij? Ja, doe nog 2 croissantjes. Doei, weg. Nou, dat mag hier ook. Ik had graag een Svengali-dex, een doorzaak illusie en een DVD kaarttechnieken. Hebben we ook graag dat je dan binnen 5 minuten buiten staat. Nee, dat is onzin. Nee, maar hier is gewoon, weet je, kun je truc laten zien? Ja, oké, is dat moeilijk? Is dat niet moeilijk? Dan vertellen we je eigenlijk wat we hier vertellen, vertellen we je hier in de winkel ook. Nou, en dat is eigenlijk veel toffer. Dus als je dan bezoek in de winkel wil brengen, dat kan altijd. We nemen de tijd voor je. Dat is hier normaal. Het is geen bakkerij waar je... Of supermarkt waar het allemaal snel moet. Mm. Wij laten je graag de dingen zien. We vertellen je er graag meer over. We verklappen geen geheimen. Laat dat even duidelijk zijn. Maar we helpen je heel graag. En er is plek genoeg in de winkel. Dus kom dat zien. En vaak hebben we ook tweedehands dingetjes. Staan een hele partij mooie dingetjes. Gisteren kwamen die binnen. Komen niet op de website. Als je dat soort dingen leuk vindt, dan... Want dat is ook wel begave dingen, maar niet alles staat op de website. Nee, ja, alle nieuwe dingen wel, maar die dingetjes die staan niet op de website. Ik doe even één ding. Ga ik even naar rechts. Ondertussen zag ik nog eventjes dat Masahiro Yanagida ook een paar dvd's heeft. Die staan ook nog niet op de website. Die staan wel op de website, ja. Ook met leuke technieken. Ja.
hoe kwam dat mijn ring? Die was ik kwijt. Oké, okay. Deze doen we niet. Ik heb ze al de hele tijd geprobeerd om ze aan mijn... Oké, okay. Op zich wel bijzonder. Nou, het is een voorbeeldje. Het is een hele grote set ringen, heel gaaf. Gemaakt door Dutch Illusion Design, nou, bijvoorbeeld. Nou, die liggen hier in de winkel ook, setje van 3. En nog veel meer spulletjes. Die ga ik je niet laten zien, maar het was even voor het idee. Dus een bezoekje aan de winkel is altijd en gezellig, en verrassend, en leuk. Want het kost je niet geld alleen als je komt, om het zo maar te zeggen. Maar je bespaart ook geld, want je ziet ook dingen waarvan je online misschien denkt, wow, dat is gaaf, want die video is super gaaf. En als wij dat laten zien, kan er wel zijn en zegt, huh? Maar op de video zag je dat en dat niet. Nee, dat kan kloppen. Want leveranciers maken video's die zo flitsend zijn, dat vaak handelingen die het geheim zouden kunnen verklappen, een beetje worden weggelaten om dat te voorkomen. En dat vinden wij niet eerlijk, maar hier aan de winkel laten wij het zien zoals het is. Of we laten het niet zien, dat kan ook. Ja, of we zeggen gewoon, dit is een slecht trucje, moet je niet kopen. Dat zeggen we ook wel eens hoor. Ja, als het niks is. Echt hoor, als wij denken dat het niet voor je is, zal ik het best zeggen, en Leon ook wel, ja, moet je niet doen. En als jij dan zegt, ik wil hem echt hebben, zeggen we tuurlijk, maar wij zijn goud eerlijk. Leon? Ja, dat was het. Droge keel van andere gepraat. Dat was hem weer, de Dynamite Magic Shop update nummer 61. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ahoy.